Oké, beste kijkers. We zijn hier dus in de Provinciale Staten, zoals te zien is. We hebben net al even met de griffier gesproken. Dat is de griffier en de beveiliger. We vragen ons af hoe het hier zit. Ook met meneer Cornier, of hij de moordzaak Manuel Chatwat heeft gemeld. Of die moordzaak wordt opgelost. Hoe het kan dat bepaalde informatie niet bij de Provinciale Statenleden terechtkomt, schijnbaar al maanden niet. En er is dus ook allerlei publiek aanwezig. Het is een beetje jammer dat wij de pers en media op deze wijze moeten controleren. Maar schijnbaar is dat in Nederland nodig, aangezien de waarheid niet verteld wordt en ook niet bekend mag worden. Want dat zou wel eens grote consequenties kunnen hebben. Dat is de pers- en mediaruimte daar. Kijk welke journalisten er zitten. En hier hebben we nog een pers- en mediaruimte. En we zijn dus van op de hoogte dat de verkiezingen worden getracht te manipuleren op allerlei mogelijke wijze. Daarom zou ook de politieke partijen hier extra aandacht moeten schenken. We zijn heel benieuwd hoe het debat gaat verlopen en wat er allemaal gaat gebeuren. Ook de ontwikkelingen in Amsterdam houden we natuurlijk volledig in de gaten en op de hoogte. Alles zal wel bekend worden. Dus we zijn in afwachting van de start van het debat. Aan de andere kant zijn trouwens nieuwe politieke partijen. Daar gaan we zo dadelijk ook nog even terug naartoe. Om even te bekijken hoe dat allemaal zit en gaat. Dus het is heel interessant allemaal wat hier gaat gebeuren. We hebben in ieder geval al een aantal zaken kunnen concluderen en dat is dat kandidaat-statenleden gewoon compleet niet op de hoogte zijn gesteld van een aantal schandalen die lopen in Nederland. En dat is natuurlijk al een schandaal op zich. En ook zojuist dat ik al bij binnenkomst word opgewacht door een griffier en een beveiliger zegt ook eigenlijk al wel voldoende over hoe allerlei zaken gemanipuleerd worden. Dus ja, hoogste tijd dat dit bekend gaat worden en dit gaat bekend worden. Tot later.